Welkom bij Oink. Dit is Cultuurtijd en wij hebben het vanavond over een ervaringstentoonstelling over autisme. Wij hebben nieuwe boeken, nieuwe cd's en prijzen. En die prijzen, daar heeft alles mee te maken, het volgende onderwerp, debuutrock. Op 15 april beleeft Assenede debuutrock. En debuutrock is een rockfestival waar nieuwe groepen aan kunnen deelnemen. En we gaan zo meteen praten met Vincent Welvaart, een van de organisatoren. Maar we gaan eerst luisteren naar een nummer van Koen en Oop, een groep die mee gaat doen aan debuutrock dit jaar. She showed me a picture of when she was a child. With long blonde curly hair. I'm gonna hit the big tempo, tell it to your mom. Hey, she goes up and down, up and down, oh la, oh la la, up and down, tra la la la. Bedankt en Oep en ik welkom hier. Ik geef hier het welkomwoordje aan Vincent Welvaart. Jij bent een van de organisatoren van debuutrock. Dat klopt. Ja? En wat is dat eigenlijk, debuutrock? Wel Pascal, in de eerste plaats is debuutrock eigenlijk een showcase voor nieuw talent. In Vlaanderen. In de eerste plaats is debuutrock helemaal geen wedstrijd, dus geen competitie die om de hoek komt kijken. En wij stellen dan ook alles in het werk om die avond vlekkeloos te laten verlopen en de groepen in optimale omstandigheden laten aantreden. Optimaal, daar verstaan wij onder een meer dan gewone lichtinstallatie, een meer dan gewone PA, een registratie van een vierkoppig camerateam, alles wordt opgenomen met een DAT-recorder. Mm-hmm. Kortom, wij creëren een sfeertje rond debuutrock, zogezegd voor platenfirma als boekingskantoor. Kijk, dit is nieuw in België. Zeg, en je zegt dat het geen wedstrijd is, hè? Mm-hmm. Heb je daar bewust voor gekozen? Van, we doen het niet aan een wedstrijd, het is gewoon, het wordt gewoon een concert. Allee, het wordt gewoon, Ja, daar is zeker bewust voor gekozen, want het is niet de eerste keer dat wij festivals afschuimen. En als het zo'n competitie daarbij is, dan voel je die sfeer tussen mm-hmm. die groepen. Die is er echt niet. Ja. Terwijl dat op debuutrock die amicaliteit er wel uitstraalt. Groepen praten met elkaar, dat is al heel belangrijk. En er is helemaal geen prijzenpot te verdelen. Wij zeggen gewoon, wij verdelen ons prijzengeld in die professionaliteit. Dat is heel tof. Ik vind dat een heel leuk uitgangspunt. Zeg, waarom raad je eigenlijk jonge groepen aan om mee te doen aan zo'n festival? Omdat het in de eerste plaats een zeer verzorgde promotie is. Mm-hmm. We hebben tal van affiches, tal van kranten en dergelijke. En bij debuutrock kunnen ze eindelijk eens op een deftige manier zich voorstellen. Ik zeg het nogmaals, geïnteresseerd publiek, waaronder al die belangrijke mensen kunnen zitten. En die optimale omstandigheden, echt een deftige PA. Er lopen ook, er lopen ook mensen van platenmaatschappijen en weet ik wat allemaal, die lopen daar ook rond. Gebeurt het dat er groepen aan de bak komen? Dat is altijd afwachten, die mensen worden altijd uitgenodigd. Maar we kunnen toch uit het verleden zien dat bijvoorbeeld een musicline met de Metal Molly eruit gehaald. Mm-hmm. Dit jaar zijn we zeker van LNS Agency die langskomt. Tal van organisatoren die eventueel de avond zelf nog die groepen boeken. Het is altijd afwachten, die mensen worden uitgenodigd. Mm. Maar we zijn vrij zeker dat die mensen dan ook wel afkomen. En zijn er nu groepen die bijvoorbeeld nu het gemaakt hebben die vroeger bij jullie in debuutrock hebben gezeten? Ja, het is natuurlijk, dat groeit geleidelijk aan. Ik noem hier bijvoorbeeld Metal Molly. Dat wordt wel iets. Uncle Meat, die hebben ook net een cd uit. Ja. Is zeer goed. Crump, het verleden Orange Pecco. Ja, het is vervelend om zo'n aantal namen te noemen. Ik zou ze graag allemaal noemen. Maar af en toe zijn er toch wel groepen die er tussenuit springen. Ja. En waar men ook later iets van zal merken. En wat zijn ongeveer de groepen die dit jaar zullen meedoen? Wel, dan zal ik eventjes de affiche overlopen. Dat is Hazel Collapses, dat is God's Chamber, Les Cicatrices, Word, Fusion Stone, Planet Zoo,
College Screen Test, Koen en Oop en de Beanswinkel Big Band, dus een andere bezetting als dat je hier ziet. Mm-hmm. Soul Wax, Underdog en Cosmic Slop. Aha, dat ziet er veel, veel belovend uit. Kunnen mensen nu nog inschrijven om mee te doen aan die... Daar is het wel een beetje te laat voor. Het is zo dat wij vanaf september tot december groepen aansporen om in te zenden. Mm-hmm. Het moet heel vlug gaan, de studio moet geboekt worden. Dus nu maart is de CD er, dus... Tussen september en december zijn is alles welkom. Ja, maar je gooit wel nog met prijzen nu, hè? 5 prijzen, 5 cd's. Dat is voor dit jaar, hè? Deze cd. Hè? Dat klopt. Met een vrijkaart voor 15 april, de grote dag. En dus je heeft er 5 weg. En de mensen die hier willen hebben, moeten maar bellen naar het nummer dat nu op het scherm komt. En wie weet, kan je voor niet naar Debuutrock. We gaan nu ter wijze van afscheid nog even een stukje horen van Koen en Oep. En ik, Oep liever gezegd, en ik bedank Vincent voor zijn komst. Dag. The brown-eyed man leaves her after this one-night stand. With a daughter on her hand. The child grew up and became a world famous star. She only saw her on the screen, 'cause mama lives too far. And how did they go? Well, they go up and down, up and down, ho, la yo, la la, up and down, da la la la, up and down, ho, la yo, la la, up and down, da la la la, up and down, ho, la yo, la la, up and down, da la la la, up and down, ho, la yo, la. Dankjewel, Koen en Oop. Aan de Antwerpse Meir liep nog tot vanavond een ervaringstentoonstelling over autisme. En dat is een initiatief van een Vlaamse vereniging die zich bezighoudt.